belangrijkste inzicht wat ik tijdens leidinggeven aan professionals heb opgedaan, is dat je een sparringpartner nodig hebt. Dat je niet alleen staat en dat je het ook niet alleen kunt. En dat het wel heel fijn is om af en toe een spiegel voorgehouden te krijgen. Maar ook wel zelf verantwoordelijkheid moet nemen dat je echt iemand opzoekt. En dat je deelt waar je mee zit en wat voor hulp je nodig hebt. Dat was voor mij wel de rode lijn in de training. Ik had van tevoren gedacht dat het heel veel praktische tools zouden zijn en theorieën en boekjes en artikelen lezen. En in de praktijk ging het veel meer over mij en hoe ik als mens ben. En stiekem had ik dat natuurlijk wel kunnen verwachten, maar het was toch wel een verrassing hoe diepgaand dat was. Wat ik heel bijzonder vond aan het programma is de samenstelling van de groep. Dat je een hele diverse groep hebt met allemaal andere functies en andere werkgevers in verschillende sectoren. Maar dat je toch in je werk tegen dezelfde dingen aanloopt. En dat je elkaar dan toch in zo'n groep kunt helpen in het leerproces. Persoonlijk leiderschap is voor mij dat je continu jezelf afvraagt, waar ben ik bang voor en wat is het positief tegenovergestelde daarvan. Dus bezig zijn met waar je naartoe wil en wat je wel wil. En dat ook bij de ander zien te ontdekken. Op het moment dat ik in gesprek ben met mensen, ook weer zowel zakelijk als privé, waar is die ander bang voor? En waar wil die naartoe? Wat is het positief tegenovergestelde van die angst?